Deze beschouwing die is naar aanleiding van een bezoek wat ik vandaag heb gebracht aan een hospice of een hospitium. Dat is een plek waar mensen met een terminale ziekte een thuis hebben met de benodigde medische zorg. Dat staat op internet. Dat is, dat is een hospitium, hospice of een hospitium. Een goede vriend van mij, die uh, verblijft daar. Maar uh, um, hij is daar opgeknapt. Een wonder. Het gaat niet echt goed met hem. Alleen, ja... Het in principe is een hospitium een plek voor mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden, volgens internet. <laughs> en ze geven hem nog wat langer. Nu. En volgende week mag hij naar huis. Vandaag moest hij naar het ziekenhuis. Voor een. En dan kreeg hij bloedspul uh, erbij. Bloedplaatjes. Niet te verwarren met rode bloedlichaampjes, want die zijn rood. Maar de bloedplaatjes. Dat is een kremige substantie. En die krijgt hij dan via een uh, infuus in zijn arm. En dan moet hij twee keer per week naartoe. Oh, ik heb aangeboden om hem te rijden. Ik wilde hem eigenlijk gewoon weer even zien en even met hem kletsen. Het leek me wel een goede aangelegenheid om dat dan uh, te combineren. En nou, dan een rijkje wel even heen en weer naar het ziekenhuis. Zijn vrouw was er ook bij. Een lieve vrouw, ze komt uit Peru Peru. Die vrouw was heel bezorgd. <laughs> Natuurlijk. Dus we liepen van de auto naar het ziekenhuis en toen uh, had ze een paraplu bij zich. Het regende niet hard of zo. Maar... Ja. En hij is een beetje mopperen. Wat moet ik met die paraplu? En zei ze zei: ja, maar je moet niet nat worden. Want zo dadelijk. Uh, dan moet je een uur lang. Zo, dat duurt een uur hè, voordat die rommel dan. Uh, rommel. dat spul. Uh, Naar binnen gecijpeld is. Dan moet je niet nat worden? Uh. Ze maakt zich zorgen om hem. Dat begrijp ik wel. En in de auto was hij van honderds uit aan het vertellen allerlei dingen. We hadden het over vroeger. Ja, we hebben samen gestudeerd, hè. Ik kwam in Wageningen in 1978. En hij had de kamer naast mij. We zijn ook nog een keer samen op vakantie geweest. En ik weet nog bij die vakantie... Uh, Wij wilden allebei graag uh, ja, een doevakantie. En ik zag als een ideale doevakantie dat je dan uh, eerst een beetje uitslaapt en dan ga je boodschappen doen. En dan ga je die dingen opdrinken, uh, opeten en oproken. En ja, dan is het alweer avond. <laughs> <laughs> <Lekker> druk. <laughs> maar hij wilde echt dingen doen: lopen. Ja, en natuurlijk ben ik meegegaan. Maar ik zat hem wel te zeggen: van ja, we gaan niet iedere dag uh, einde lopen hoor, kom op. En toen een keer waren we aan het lopen. En toen kregen we het over evolutie. Dus die, die theorie van Darwin, hè? Charles Darwin. En ik weet het nog heel goed. Wij liepen uh, een soort heuvelpad toestand en waren heel hoog. We keken helemaal naar beneden en ergens daar beneden was die camping waar dat hele kleine tentje van ons stond. En we moesten dus door een heel stijl pad uiteindelijk omlaag. Dat hij ook zei: van nee, we gaan niet helemaal de weg terug. Dat is veel te ver, we gaan hier langs. Dat was heel stijl. Er oh, waren we zo beneden. Zonder vallen. Hè? En we kwamen er niet uit. En ik zei het tegen hem van... Ja, jongen, maar neem nou zoiets als het menselijk oog. Hoe kan het menselijk oog nou bij toeval ontstaan? Maar we kwamen er verder niet uit. Hij bleef erbij. En... Ja, evolutie. Dat. Ja, evolutie zegt dat alles wat wij om ons heen waarnemen. dat dat bij toeval tot stand is gekomen. En daar zit dus geen sturende kracht achter. Er zit zelfs geen intelligent ontwerp achter. Dat is dan nog een soort. ja. Ik noem het een zwakte bot. Dat komt uit Amerika, intelligent design. Dat, dat de wereld, daar is een, dat is een invulling van een ontwerp. Dus het is ontworpen en daarbinnen is het ingevuld. En het is dan ingevuld door, ja, door toeval wellicht. Dat maakt er niet zo gek wel uit, maar het, het geheel heeft een, een, een intelligent iets heeft het geheel ontworpen intelligent design. Nou dat wijst een darwinist ook af. Er zit dus achter de vorm van de wereld er zit daar zit niets achter. Dat is ...puur toeval dat de wereld eruit ziet zoals die eruit ziet. En nou, vaak hebben Darwinisten dan nog wel zoiets... ...dat ze natuurwetten als basis... Met een, woord, ...met een mooi woord heet dat axiomatisch... ...als een basis accepteren. Want de natuurwetten die zijn nu één keer... En dan binnen de natuurwetten komt zoiets als een universum en de aarde en de zon en de sterren en de vogelbergdiertjes en de axelottels en de regenwormen en periwinkels die in de microfoon lopen kletsen. Dat komt toevallig gewoon weg tot stand. Dat, zo is het, zo is het. Ja, ik kan dat niet geloven. Want geloof, dat is het. Er is nog nooit een bewijs geleverd dat iets met de complexiteit van bijvoorbeeld een drosophilia, dat is een mooi woord voor een fruitvlieg, die irritante vliegjes. Ik haatte die beesten, in de tijd dat ik nog dronken. Ja, oh, man... En dan zuip je heel wat en dan, dan ben je ook niet zo heel hygiënisch. Dan staat er ergens een oude vuilniszak en uh, ja hoor, dan heb je 30, 40 van die fruitvliegen in huis. Nee, daar wil je blij van. En ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar één fruitvlieg in een halve liter bier en mijn hele halve liter bier smaakt niet meer. Ik vind het niet echt als een fruitvlieger ook een slokje neemt, maar je gaat er nog niet met je hele lijf in liggen, man. En alles gaat er naar smaak. <laughs> maar zelfs zoiets als een fruitvlieger is enorm complex. Zoiets komt niet bij toeval tot stand. Dat, uh, er zijn dingen die komen bij toeval tot stand, dat is zo. Maar niet zulke complexe dingen. Dat, dat kennen wij niet. Dat. En ook is het zo dat in de statistiek, daar doe je dan een statistische toets op je meetresultaten. En dan bepaal je of iets toevallig is of niet. En als iets uh, toevallig is, dan houdt dat in dat de kans dat zoiets ontstaat dat die uh, meer dan uh, 5% of 10% is. Dus als er meer dan 5 à 10% kans is dat zoiets uh, bij toeval ontstaat... dan is het bij toeval. Dan is het per definitie bij toeval. Dus heb je iets gemeten... en dat is dan toevallig. Dus bijvoorbeeld, uh, je, hebt twee je, hebt, je hebt één dobbelsteen... en je wil weten of die dobbelsteen wel uh, eerlijk is... of die, of die goed is... Nou, een dobbelsteen is natuurlijk niet goed als die alleen maar een 6 geeft. Dus het maakt niet uit wanneer je ermee gooit en wie ermee gooit. Altijd is er een 6. Dan nee, is die dobbelsteen niet goed. Maar je had een dobbelsteen, dan haal je uit de verpakking. En dan gooi je er één keer mee en gelijk de eerste keer is het een 6. Ja, dat zegt niks. Dat kan gewoon toeval zijn. Dat moet altijd een getal zijn, namelijk. Dus ja, en deze keer dan een 6. En dan gooi je er nog een keer mee en krijg je weer een 6. Ja. Er ja, is nog steeds geen reden om die dobbelstenen in te leveren bij de leverancieren. Maar als je tien keer achter elkaar een zes gooit, en... ja, dan wordt het een ander verhaal. Hè? En dan is het dus niet meer toevallig. Dan heb je iets heel bijzonders. En ik vind het leven heel bijzonder. Ik vind een fruitvlieg, behalve dat ik hem heel irritant vond. Ik heb er nu niet meer. Ik heb nu ook wel iets van een soort van fruitvliegjes in huis, maar ik zuip geen alcohol meer en ja, ja dan zit ik alleen maar thee te drinken en die fruitvliegjes gaan niet hier thee zitten lurken. Dus hoef je niet bang voor te zijn. Maar drink je rode wijn of bier? Dan. Anyway, fruitvliegen vind ik niet alleen irritant, vooral als je in die tijd tot zo op maar ze zijn ook heel, heel complex, heel bijzonder. Om dan maar te zwijgen over een mens. Ik heb een keer een VPRO-programma gezien. En daarin was iemand aan het woord. En die had een biochemische studie gedaan. van het begrip obese. Dus overgewichten. Mensen die ziekelijk overgewicht hebben. En hij had een studie gemaakt van de factoren die bepalen. Um, ja, waar, waar die bepalen dus hoeveel gram voedsel per keer door het lichaam vastgehouden wordt. Nee, ik weeg al sinds jaar en dag iets tussen de 60 en de 65 kilo. En dat schommelt een beetje omhoog en omlaag. En ik heb in nou, de afgelopen jaren, heb ik, ik weet niet hoeveel gegeten. Zelf dat, nou, dat ik ongeveer een pond per dag eet... En dat je in een jaar 400 dagen hebt voor het gemak. Even. Hè? Ja, dan heb ik toch in het afgelopen jaar. 200 kilo eten in mijn mond gestopt. Nou, dat is. Voor een deel is dat water. Maar het droog gewicht. van wat ik in mijn mond heb gestopt. is, gestopt, is toch wel meer dan 20 kilo. Nou, daar ben ik niet aangekomen. Want ik kom niet aan. Dus ja, per saldo is ieder kilootje dat ik eet, dat verlaat mijn lichaam weer. Inmiddels ontlasting en urine en nou, een deel van het vocht wat ik binnenkrijg, dat gaat via mijn transpiratie naar buiten en mijn traanvocht. En... Maar mensen die obese zijn, die. Die hebben. En die hebben een periode achter de rug. waarin ze meer dan nodig is. van het voedsel hebben vastgehouden. Nou, en die man bij de VPRO-TV. die had dan alle factoren op een rijtje gezet. die. Bepalend zijn voor de mate waarin het lichaam het ingenomen voedsel vasthoudt. Want dat is een keuze die het lichaam doet, hè? die het lichaam maakt. Nou, daar had hij een enorm groot schoolbord, zeg maar zo'n whiteboard, maar dan een heel groot whiteboard, 4 meter breed, 2 meter hoog dat je helemaal volgepent... met allemaal pijlen... en terugkoppelingen... heenkoppelingen... dit hormoon... en dat gebeuren. En hij zei daarbij... van kijk... deze totaliteit... van mechanismen... die bepalen of je dikker wordt... dan wel niet. En als je één aspect daarvan gaat beïnvloeden, dan gaan andere aspecten die gaan daar dan weer tegenin, want die merken een verandering op en die gaan het aan hun kant dan weer bijregelen. Hij zei eigenlijk kan je stellen dat het ondoenlijk is voor een mens om middels diëten, daar ging het dan om, om middels een dieet er wat aan te gaan doen. Wel, zoveel aspecten zitten er dus in je lichaam als je het alleen maar hebt over dikker worden of niet. Hè? Jeetje man. En dan kan je er maar zwijgen van al die andere aspecten van het menselijk lichaam. Hoe je darmen werken en je nieren en je lever en je alvleesklieren. Je bijnieren. En je longen. Je hersenen, je hersenen, dat weten we helemaal niet hoe hersenen werken. Geen flauw idee van. Ik heb hier een boekje in huis van Daniel C. Dennett. Dat is een atheïst. Dat is een cognitiewetenschapper. En de titel van dat boekje luidt: uh, Bewustzijn verklaard. Ik heb het in het Engels en heet het uh, Consciousness Explained. Ik vond het een pakkende titel, en ik heb dat boekje toen in één keer uitgelezen. En toen dacht ik ja, nou weet ik nog steeds niks. Dus wij. Ja, wij weten niks. En ja, wij, wij, wij weten dus. Heel weinig van de complexiteit van het menselijk lichaam, terwijl de complexiteit die we kennen, die is fenomenaal groot. Of hoog, of diep, hoe wil je het zeggen? Fenomenaal complex, moet je denk ik zeggen. Ongelooflijk complex. En zo'n complex geheel. kan niet bij toeval tot stand komen. Dat is wat ik. Uh, vind. Nou, als je het hebt over toevallige dingen. Uh, ja. Nou, ja, je hebt wel eens dat je denkt, nou, dat is ook toevallig. Maar dat geldt dan voor hele toevallige, hele simpele dingen. Maar als je het hebt over zoiets als het menselijk lichaam of de natuur in zijn geheel. Of ja, het, het is voor mij ondenkbaar dat dat door toeval tot stand is gekomen. En deze, deze vriend van mij is een atheïst. En ik had ter voorbereiding van dat bezoekje aan hem een boekje besteld via internet. Dat was even zoeken. Dat boekje wordt niet meer uitgegeven. En het boekje heet De Causale Verklaring van het Leven. Dat is geschreven door professor Dr. Jordan. En die druk die ik heb, die is verschenen in 1941. Dat was ten tijde van de Duitse bezetting, de oorlogsjaren van de vorige eeuw dus. Nou, en het exemplaar wat ik heb, dat wil ik dus uh, niet kwijt. Maar ik wilde wel dat hij het uh, een exemplaar zou krijgen. En ik heb er dus één gevonden in Amsterdam, was die. En die had ik voor hem meegenomen. Die heeft hij vandaag gekregen van me. En ik heb hem niet verteld. <laughs> dat in hoofdstuk 3 van het boekje. daar begint de auteur met de zin. zoiets als. Uh, het is niet onze taak om. de theorie. van. Heikel en Darwin. in hun geheel. te kritiseren. We kunnen stellen dat die beide gedachten, goeden, dat die niet meer behoren tot onze eeuw. Dus de 20ste eeuw. Dus in de 20ste eeuw, volgens Jordan, hadden de theorieën van haekel, hekel, hakel, hoe zeg je dat? En Darwin, die hadden geen waarde meer. Die waren afgedaan. En terecht, naar mijn mening. En hij heeft, uh, dus die vriend van mij bedoel ik, die heeft een diepe interesse in de natuur. En die professor Dr. Jordan, die, ja, die baseert zijn uitspraken. Op biologie, hè? biologische grond. Hij heeft iets met planten waar hij wat mee doet. En iets met amfibieën, zoals een kikker of een salamander. En daar hebben ze experimenten mee gedaan. Om te kijken wat er aan de hand is. Om achter de aard te komen van dat wat we leven noemen. En zijn, ja, zijn proefnemingen hebben gewezen op een fenomeen wat je zou kunnen bestempelen als morfogenetische velden. En die term gebruikt hij niet. En die gebruik ik. Een morf betekent vorm. En genezen betekent ontstaan. En een veld moet je dan zien niet als een voetbalveld. Maar als een zwaartekrachtveld of een magnetisch veld. Hè? Of een elektromagnetisch veld. Dus iets wat je wel kan. Nou, wat je dus niet kan zien, niet kan ruiken, niet kan beetpakken. Maar je kan het wel ervaren. Hè? En zo heeft hij dus. Experimenten gedaan. waarin ze. Ja, zo'n. morfogenetisch veld. dat ze de aanwezigheid van een dergelijk iets. aantoonden. Ja, dat is wel heel bijzonder, vind je niet? En. dat boekje van Jordan. dat is. Ge, ja, gebaseerd op experimenten. en daar heb ik respect voor. Natuurlijk. Ja, en de conclusie van Jordan, dat we dus te maken hebben met een veld, gelijk het veld rondom een radiosender, daar is hij niet de enige in. En uh, waarom niet, zou ik zeggen. Nou, Aristoteles heeft de uitspraak gedaan: Anima est quodam modo omnia. Dat is Latijn. Ja, dat heeft Aristoteles dus niet in het Latijn gezegd. Dit was een Griek. Maar in het Latijn uh, is dat zo vertaald. En dat betekent: de ziel is in zekere zin alle dingen. Oh, maar Piggy, jij bent toch uh, bijbelgelovende Christen en uh, Aristoteles was helemaal geen Christen. Nee, maar dat kan ook helemaal niet. Want Aristoteles was 300 jaar voor Christus. <laughs> Hij is geboren in uh, 389 of 386 voordat onze Heer geboren werd. Aristoteles was de leraar van Alexander de Grote. Aristoteles is bijna duizend jaar lang, de, was het de filosoof. Zo werd hij genoemd, hè? de filosoof. En naast Aristoteles was er helemaal niks. Dan had dat misschien ook te maken met het feit dat de, de Babylonische kerk, de universele kerk, daar ga ik het zo dadelijk nog over hebben. dat die dan in Europa alles domineerde en... Ja, de, die Babylonische jongens en meisjes, die zijn er niet op gebrand... dat mensen kennis krijgen. Dus die hebben... Nou, daar kan je over fantaseren, maar het blijft in ieder geval opmerkelijk... dat na Aristoteles heb je nog wel wat filosofie gehad, maar in het westen van Europa was het ja, bijna duizend jaar lang alleen maar Aristoteles wat voorgelezen werd en bestudeerd werd. En het reageren op werken van Aristoteles, al die reacties die moesten eerst aangeboden worden aan de universele kerk, ter goedkeuring. En zelfs als je dat nek deed, moest je nog oppassen hoor. Dus geen werkjes inleveren die uh, te overduidelijk strijdig waren met de regels die de katholieke kerk al had opgesteld. Katholiek betekent universeel. Hè? Die de universele kerk al had opgesteld. Dus voordat je Aristoteles gaat begritiseren, of whatever, uh, deze uitgangspunten zijn onbetwistbaar. Maar de ziel van Aristoteles waar hij het over heeft, dat is dus zoiets als een morfogenetisch veld. Dus dat betekent dan dat jij en ik, van ieder levend wezen, dat is in essentie een veld dat atomen, uh, rangschikt op die manier dat jij eruit blijft zien zoals jij er altijd gewend bent uit te zien. Want de atomen in jouw lichaam, die. ja, die, die, uh, die moeten dus aangevuld worden middels eten. En neem je huid. Die, die huidcellen, die. die, ja, die schilferen af. Het is. Dus, de, het huisstof in een woning, de, voor 70% zijn het huis, huidschilfers. Dat is best vies als je erover nadenkt. Maar dat moet dus allemaal aangevuld worden. En dan zie je het dus wel voor je dat je dus aan de buitenkant slijt je de godkranse tijd. En aan de binnenkant vul je dat aan met voedsel dat door de darmwand wordt opgenomen. En, en al die atomen komen dus weer op de juiste plek terecht om weer een nieuwe huidcellen te vormen. En die er weer precies uitzien zoals die oude huidcellen. Dus je verandert niet van vorm, terwijl wel de materie in een continue stroom is. Dus iets houdt die vorm van jou in stand. En dat is dat morfogenetische veld. Dat is dus is iets dat niet materieel is. Het is iets wat de, materia, de materiële vorm... bepaalt. zou ik zeggen? Ja, net als een, een speculaaskoekje. Dat, dat heeft een bepaalde vorm... maar die vorm heeft hij niet van zichzelf. Dat komt door die speculaasplank. Dus dat deeg, dat deeg daar zit niet zo'n vormpje in... met een molentje of een whatever... Nee, dat, die vorm zit in een plank, een speculaasplank. En daar wordt het deeg in gesmeerd en dan gaat het gebakken worden. En dan, heeft, dan is dus die vorm in dat deeg, snap je? Maar die vorm zit dus niet in het deeg zelf. Die vorm is opgelegd aan dat speculaasdeeg. En zo legt dus dat morfogenetische veld legt de vorm op aan jouw lichaam. Aan die, die, die bak uh, atomen. Dus de materiële wereld wordt bestuurd door iets wat, wat niet materieel is. En de Bijbel sluit zoiets helemaal niet uit. De Bijbel heeft het er niet over, maar sluit het ook niet uit. En de Bijbel stelt heel duidelijk dat God als schepper van deze materiële wereld. Dat, die, dat, dat zijn aanwezigheid merkbaar is. Dus dat God nog steeds de wereld vormt. Dus dat was niet een eenmalige actie. Van, uh, nou, dat was het dan, dan bekijk het maar. Nee, uh, hij bleef zich bemoeien. Dat zegt de Bijbel. En God is dus iets wat je niet kan meten, niet kan tellen... Ja, je kan God tellen, dat is één. Eén, dan ben je klaar. Dus in die zin is hij telbaar, namelijk één. Het is maar één God. We hebben het vanmiddag niet over gehad, hoor, niet over Darwin. Ik denk, ik begin daar maar niet over, daar komt hij vanzelf al achter. Hoor. Ik heb wel tegen hem gezegd dat die auteur, Jordan, dat hij op het einde van zijn boek hij heeft een soort hoofdstuk met um, aanbevelingen voor verdere onderzoek. En dan zegt hij, dan haalt hij Kant aan, Immanuel Kant. En die Immanuel Kant heeft gezegd, de, de beroemde zin, en daarom moest ik het weten opheffen om ruimte te maken voor het geloven. En Jordan, die zegt dat hij van mening is dat Kant, het, dat Kant geen gelijk heeft. Nou, ik, ik, ik denk dat je niet zomaar kan zeggen dat Kant geen gelijk heeft. En ik zei ook tegen mijn vriend. Dat ik het dus met die conclusie... Nou, niet dat ik er op tegen ben. Maar ik, ik zei... Nou, dat, dat, dat staat dus voor mij nog open. Wat ik daarvan vind. Mijn eerste indruk was van... Yeah, hmm, ja, dan voel ik me nou, een beetje negatief dus. Maar dat wil niet zeggen dat... Dat ik denk dat hij ongelijk heeft. Ja, ik denk dus wel dat hij ongelijk heeft, maar dat denk ik dan nu. Ik heb het nog niet helemaal goed bestudeerd. En ik, ik, misschien dat ik over een tijdje moet zeggen. Van, nou, eigenlijk ben ik het wel met hem eens. En heeft Kant iets gezegd wat toch niet helemaal waar is. Dat nou, zien we dan wel weer. Maar het is ook wat. Uh... Hij, hij kreeg dus een hele vervelende, ja, hij kreeg heel vervelende, hele vervelende klachten en dan kreeg hij onderzoek en hij heeft al langer gehoord dat hij sukkelt met zijn gezondheid. En dan kreeg hij dus een bericht dat hij iets van leukemie had ofzo, en elk geval zijn afweersysteem was naar de Rajmodee en Ja, dat is allemaal niet zo gezellig natuurlijk, hè. En dan zo'n ze dat het dus in het hospitium, uh, dat hij daar naartoe verwezen werd. Van nou ga daar maar naartoe en dan ga je, mag je doodgaan. Dat is allemaal wel heel confronterend. En een goede vriend van ons beiden, die is begin vorig jaar overleden. Aan een bacteriële infectie. Dan niet van een wond of zo, nee, een algehele, door zijn totale lichaam. Uh, groeiden er allemaal bacteriën die nog helemaal niet thuis hoorden. En één voor één begonnen lichaamsfuncties van hem uit te vallen. Die dus hij heeft een. ja, men weet niet goed uh, hoe hij dat ervaren heeft, want hij kon helemaal niet meer praten. Ze dus was helemaal voor pampers. Zijn vrouw heeft toen gezegd van nou, hou er maar mee op. Dit wordt helemaal niks. Ja, dat is de dood, hè. Hoort natuurlijk ook bij het leven, bij de leeftijd die, die ik nu heb. Vroeger, toen ging, ja, dan gaat je, ja, ik heb meegemaakt dat mijn overgrootmoeder... Dus de oma van mijn vader, die ging dood. De moeder van mijn opa, de moeder van de vader van mijn vader, die ging dood. Was ik elf of zo? Nou, toen gingen mijn grootouders aan alle kanten gingen dood. Nou, mijn vader is overleden, tien jaar terug. Nou, en dan vorig jaar. Nou, trouwens, er waren er al. Een, in mijn studententijd heeft iemand zelfmoord gepleegd. Dat is natuurlijk wel bizar. Iemand anders die is heel, heel, onder hele vreemde omstandigheden om het leven gekomen. Maar die was zwaar ongelukkig. En toen dood. Is hij dan gestorven aan ongeluk? Ja, ik had heel wat van mijn vrienden toch wel zien gaan al. En hij is nou opgeknapt. Volgende week gaat hij dan naar huis. Dan gaat zijn vrouw weer voor hem zorgen. <laughs> ha, zijn vrouw die zat achter in de auto. en hij is tegen mij honderd uit aan het kletsen over dit en dat. en zus en zo. En toen zei ze: Je moet niet zoveel praten, dat is niet goed voor je. En ik bromde wat tegen haar van: Nou, kom op zeg. We hebben elkaar een hele tijd niet gezien. En, uh, straks ziet hij me ook weer niet meer. En dan uh, hè? heeft hij ook niemand meer om uh, naar hem te luisteren. Zeg, laat hem nou maar gewoon honderd uitkletsen. Ah, dat vond ze dan ook wel goed. <laughs> dan mocht hij gewoon doorgaan met praten. En mijn vriend zei toen tegen mij, naar aanleiding van dat, hè, zei hij: Nou, weet je wat. Ga jij nou eens even vertellen, wat heb jij nou allemaal meegemaakt de laatste tijd? Ja, nou, best gezellig. De dood zegt mij op zich niet zoveel, hè? Ik sprak een christen alweer een tijdje terug dat dat was, hoor. Een die waren hier aan het evangeliseren op het kerkplein. En nou, ik raakte met hem in gesprek en ik zei tegen hem: Van ja, nou, ik ben al lang uh, bekeerd. Ik waardeer de Bijbel. Ik, uh, nou ja, ik vrees God. En ik, uh, ik zoek zijn. Nou, ik zoek zijn goedkeuring hè, van God dus. En voor zover ik me het bewust ben, uh, hou ik me aan zijn geboden. En ik vroeg aan hem: van, hadden we het ook heel even, ik weet niet hoe we erop kwamen? Want er staat in de Bijbel iets over de dood, ergens in Openbaring. En er staat zoiets als dat de dood, dat dat helemaal niet erg is. Dat de dood inhoudt dat je klaar bent met werken. De, de dood is in die zin. Een goed bericht. Want dan hoef je niet meer af te wassen. En je hoef je niet meer uh, in je neus te pulken. Je hoeft je haar niet meer te wassen. Je hoeft niet meer op tijd te komen. De, de dood is een welverdiende rust. Na een intensief leven. En die man die moest glimlachen. Hij zei ja, ik denk er precies zo over. En zei die erbij, die welverdiende rust, die is niet voor iedereen. Die is er alleen voor de mensen die weten dat het zo zit. Die is er alleen voor de mensen, ja, alleen voor de. Voor de gelovigen. Waarmee ik niet wil uitsluiten dat mensen die nooit in hun leven kennis genomen hebben van de Bijbel, dat die uitgesloten zijn van deze heugelijkheid. Want daar heb ik geen oordeel over. Maar mensen die de Bijbel wel kennen. En de inhoud daarvan terzijde hebben gelegd. En dan ook nog aantoonbaar dingen hebben gedaan die indruisen tegen de geboden. Zoiets als bijvoorbeeld eert uw vader en uw moeder. Dat is iets dat dient ieder mens te doen. Als je dat niet doet en je gaat dood, ik... oh man. Ik vraag me af of hij dan komt aan dat moment van rusten. En dat zei dus die christenman tegen mij. En daar moest ik wel even over nadenken. En ja, ik denk wel dat ik dat met hem eens ben. Dat die welverdiende rust er niet voor iedereen in zit. Ja, in die zin was het een intensieve dag. En toen kregen we het ook nog over... Nou, er ging iets over uh, boerenprotesten of zo. Had hij ook een mening over. En ik had een andere mening. Maar we konden er allebei over praten. Dus hij kon zijn mening vertellen en ik kon mijn mening vertellen. En... Uh, en toen ja, over die boerenprotesten. Dat zeg ik nu ook tegen jullie. Kijk, het onderwerp van die boerenprotesten is dan de vraag of dat wat de boeren doen slecht is voor het land. Want dat wordt beweerd hè, dat de boeren het land kapot maken. Nou ik, weet, nou, ik weet het niet zeker. Ik ga ervan uit dat de gemiddelde boer in elk geval niet bewust zijn land aan het kapotmaken is. Ik denk dat elke boer bezig is om dat te doen voor zijn land. Waarvan hij denkt dat het goed is voor dat land. Want die boer die wil niet alleen dit jaar oogsten, maar ook het jaar erop. En het jaar daarop. En het jaar daarop. En ja, natuurlijk is die boer duurzaam bezig. Nou, ja, het kan zijn dat die boer dingen doet. in onwetendheid, in onkunde. En. Uh, ja, dat je dus met die boeren in discussie moet. Maar wat we nu krijgen, wat we nu hebben echt al heel erg lang, is dat die boeren worden bestookt met allemaal regels. Waar ze zich aan moeten houden. En daar zitten regels bij waarvan die boeren denken: waar is dit voor nodig? Ja, bijvoorbeeld uh, die stikstofuitstoot van die boerentoestand. Uh, en ja, die boeren hebben een mestoverschot. Er is in Nederland een mestoverschot. Maar dat, dat is toch niet erg? En de Nederlandse staat. Of de boerenbond, of nou, in ieder geval een overkoepelende organisatie, die zou eens moeten gaan praten met overkoepelende organisaties in stikstofarme gebieden zoals de Sahara en de Gobiwoestijn, waar dus heel weinig stikstof is. Over uh, stikstoftransport. En dan moet die mest bij die boeren worden opgehaald. En op de trein worden gezet naar de havens toe. En daar moet het in hele grote mesttankers. Net als een olietanker, maar dan vol met mest. En dan moet die mest moet erin. En dan tjoeke, tjoeke puf puf naar Verwegistan. Dat is de richting waarin je moet gaan denken. Want... Het is een probleem om een land te hebben wat het dichtstbevolkte land is van een regio, het dichtstbevolkte regio van Europa. En Nederland is het op vier na het dichtstbevolkte land ter wereld. En onze landbouw moet per definitie intensief zijn. Want landbouwgrond, dat, ja... Ja, dit is niet de Oekraïne of, uh, of Siberië. Het moet hier allemaal op de vierkante postzegel. Dus daar moet er heel veel stikstof bij om die enorme productie te halen. Tja. Daar moet je creatief over gaan nadenken. En nu gebeurt dat niet. En de agenda die erachter zit. daar heb ik dan niet keihard het bewijs voor. Ik zeg je dat dat. iets is waar je rekening mee moet houden: dat het zo is. En ervan uitgaande dat het zo is, begrijp je dan het wereldnieuws ook wat beter. Maar dat ze bezig zijn met. de. ja, met landje pik. Daar komt het op neer: de, de vruchtbare landbouwgrond aan ons te ontfrutselen en over te hevelen naar NGO's, non-governementele organisaties, die allemaal via bestuursstructuren vallen onder één groot geheel. En dat straks wat wij het boerenbedrijf noemen, dat dat allemaal uh, onderafdelingen zijn van één wereldwijde firma. Die de voedselproductie regelt. Nou, daar schrok mijn vriend wel even van. Want dat woord kolgos, dat springt je dan gelijk, uh, er komt je schietje te binnen. Zo'n gemeenschappelijke boerderij, zo'n systeem uit uh, communistisch Rusland. Nou, dat is niet iets wat je wil. Maar het is wel iets wat we krijgen. En er zijn mensen nu die denken: van ja, nee, maar dan gaan we al die boeren. Dan pikken we al de landbouwgrond in. En dan maken we een natuurgebied van. En dan, ja, dan krijgen we een heel mooi Nederland. En ja, dat is maar de vraag. Als dat natuurgebied straks uh, omhekt gaat worden en dan een bord erop van uh, eigendom Staatsbosbeheer. Uh, niet betreden van uh, 13 januari tot en met 13 december. Dus dan mag je in een maandje lang mag je erin rondlopen en dan is weer opzouten. Ja, wat heb je dan aan het natuurgebied? En het is al wat je nu merkt hoor, met heel veel natuurgebied dat er dus nu is waar je al niet in mag. Er mag dan een filmploeg mag erin en die mag een filmpje maken. En dan kan jij dus in de bioscoop zien hoe dat natuurgebied eruit ziet. Maar dat is dus niet voor ons om te betreden. En is dat leuk voor ons? Ja, ik vind van niet. En ik zei tegen hem: nou, dat, dat wat wij de universele kerk noemen, de katholieke kerk, dat die erachter zit. vond hij ongelovig. Uh, Ongeneuze. Ongeloofwaardig, wat vond hij dat? Hij nou, zei: dat kan ik niet geloven. De katholieke kerk gaat er weer. Hoezo? En dan heel toevallig, geen toeval, maar heel toevallig, kwam ik thuis en. Het was niet toevallig dat ik thuis kwam, maar toen ik thuis kwam. keek ik in mijn e-mailprogramma en daarin had ik een mail gekregen van iemand die naar mijn beschouwingen luistert. En die had een aantal YouTube-filmpjes verzameld, vier in totaal. En alle vier gaven ze aan. Dat de Rooms-Katholieke kerk heel veel invloed heeft op belangrijke politieke stromingen in Amerika. Iemand als George Bush en Bill Clinton en dat is er meer. Ronald Reagan natuurlijk. Dat zijn andere voorbeelden. Die man die met die, die Pinda, hoe weet je ook weer? Voort, niet Voort, maar de man die na Voort kwam. Dat was een voormalige Pinda-boeren. Al die mensen, allemaal connecties met het Vaticaan. Ja, de universele kerk is oppermachtig. machtig Dat staat vast. En hij wist dan wel, dat is die vriend van mij. van de Relaciones in uh, Zuid-Amerika. Want hij weet wel wat van de geschiedenis van Zuid-Amerika. Want hij is dus die vrouw. Uh, is hiermee getrouwd en die komt uit Peru. Hij heeft heel veel binding met dat werelddeel. En met. Ja. Het, uh, Spaanstalige mensen, de Spaanse taal. Hij kan goed Spaans. Hij wist van die religiones. En hij wist ook dat het slavenarbeid was. Wat hij niet wist, is dat het de Jezuïten waren die dat gedaan hadden. En de Jezuïten, dat is een orde binnen de katholieke kerk, binnen de universele kerk. En die is opgericht in 1540. En twintig jaar later hadden ze de eerste Rediciones opgericht. In Paraguay, in Zuid-Amerika dus. En dat behelste het inpikken van vruchtbare grond. En de mensen daar de mogelijkheid geven om een schamel loon te verdienen. Genoeg om in leven te blijven, genoeg om dankbaar te zijn. En niet genoeg om een kapitaal op te kunnen bouwen waarmee ze zelfstandig, zelfstandig zouden kunnen gaan wonen en werken. Ze moesten afhankelijk blijven van de reductie. Nou, dat wist hij wel. En hij wist ook te vertellen dat de katholieke kerk daar in Peru... in eerste instantie met de Franciscaners... dat dat best leuk ging. En dat die Franciscaners bijvoorbeeld instrumenten hebben gegeven... aan de lokale bevolking om die te leren bespelen. En dat daar hele goede muzikanten uit zijn voortgekomen... Maar toen kwam er een nieuwe orde, namelijk de Orde der Dominicaners. En dat is de orde van de katholieke kerk die verantwoordelijk was... tot de komst van de Jezuïte-orde, Society of Jesus, Societeit van Jezus, in 1540. En de Sociëteit van Jezus had als primaire doel in eerste instantie... Uh, het vervolgen van protestanten... Dat is mensen die protesteerden tegen de universele kerk. En waarom zou je er niet tegen protesteren? Dat is een belachelijk idee, natuurlijk. Wat wil, niemand wil een universele kerk. Een kerk is per definitie een, een lokaal gebeuren. Dus het is een kerk van een bepaalde regio. Er is niks mondiaals aan. De waarheid van de Bijbel is universeel. En dat is al universeel genoeg. En die protesteerders tegen de, tegen de, de universele kerk, die werden vervolgd door de jezuïeten. Maar die vervolging van die protesteerders, dat was eerst de taak van de Dominicanen. Orde. En toen die Dominicane dus die hier in Europa de inquisitie onder zich hadden, die gingen ze dus ook naar Zuid-Amerika en daar gingen ze al die instrumenten die de Franciscaners aan die Indiaanse mensen hadden gegeven, gingen ze die instrumenten allemaal in beslag nemen en zeggen dat het heidens was en de Indiaanse mensen mochten geen muziek meer maken. Nou, zei mijn vriend, dat was wel heel erg. De... Ja, wat de katholieke kerk toen heeft gedaan, dat was niet fraai. Dat was hij dan wel weer met me eens. Tja. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Ik hoop dat ik binnenkort... Ja, binnenkort, met een paar dagen zal dat wel niet. Hij zal wel andere dingen te doen hebben. Maar toch zeker met een paar weken dat ik hem dan uh, weer mag spreken. Want heel lang zal hij denk ik niet nog leven. Ja, je weet het niet. Hetzelfde geldt, leeft iemand nog tien of twintig jaar? Dat, dat weet je niet. Maar de afgelopen tijd uh, was hij toch wel bijna dood geweest. Anders beland je niet in een hospitium. Uh, en nu dus aardig opgeknapt. Maar hij moet dan wel twee keer in de week moet hij infus krijgen. Maar misschien dat, dat, uh, ja, dat het over een tijdje niet meer hoeft. Dat hij nog maar eens in de maand even langs hoeft. Je weet het niet. Het is iemand die ik heel erg waardeer. Ik vind het een fijne vent. Het is iemand waarvan ik hoop dat ik, dat ik, nog, dat ik hem nog vaker zal spreken. En zeer zeker over de inhoud van dat boek: De causale verklaring van het leven. Ik ben vooral benieuwd wat hij dan, hoe hij tegen die experimenten aankijkt. Hij heeft meer verstand van biologie dan ik. Ik vond biologie altijd wel leuk, maar hij heeft zich er echt heel erg in verdiept. Hij is landbouwkundig ingenieur. Net als ik, maar hij in de afdeling plantkunde. En ik meer in uh, ja, computers en. Meer die Bertha-hoek. Nou, hij is natuurlijk ook Bertha. Me. Ik meer in die taalkundige hoek, wiskundig. Ja, nou, al met al een hele intensieve middag. Dus ik denk, dit deel ik even met jullie. En we hebben het dus in de auto gehad over de wereld en haar oorlogen. En uh, de Jezevieten. Hij zei nog tegen mij: ja, Jij bent zo'n complotdenker dus. <laughs> ja, zei. zei ik ben zo iemand, ik geloof niet dat objecten zomaar in stof kunnen veranderen. Ja, zei die er een vliegtuig in knalt, dan toch wel? Ja, zei ik, maar gebouw nummer 7, dat was ook in stof veranderd en er was helemaal geen vliegtuig in gevlogen. Hij ja, zei: Wel, in gebouw nummer 7 ook. Zei nee. In gebouwen, de WTC is dat, World Trade Center. World Trade Center 1, daar is een vliegtuig ingeknald. En World Trade Center 2 is een vliegtuig ingeknald. Maar World Trade Center, uh, center uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zijn allemaal in stof veranderd. Dus. Zeven ja, gebouwen zijn in stof veranderd en twee daarvan zijn slechts getroffen door een vliegtuig. Dus er zijn vijf gebouwen in stof veranderd zonder dat er een vliegtuig in geknald was. Maar dat laatste wist hij niet. Tja. Maar goed, die filmpjes die je kreeg van die kijkeraar, luisteraar. Er was er eentje van een man en die heette Shihan. En die zat dan heel vrolijk te vertellen dat er uh, tijdens de zogenaamde Koude Oorlog, dat er allemaal overleg was uh, in achterkamertjes. En wat hij ook zei, ja, er zijn allerlei dingen afgesproken en gepland van tevoren. Dat is nooit aan het volk verteld. En nu zal ik een beetje openheid geven van feiten en zo. En die en die kwam toen en toen bij mij op bezoek in het uh, Jesuitenhoofdkwartier. Zij werkte op het Jezuïetenhoofdkwartier. hoofdkwartier. zei ik ook tegen die, die reply. Ik heb op die e-mail gereageerd. En gezegd: van ja, die man dat is een Jezuïet. En de -orde, ja, Het is een Jezuïet. En dus is hij je vriendje niet. Die Jezuïeten zijn net gek. Ja, maar Piri, dat kan je niet zomaar doen. Dan scheer jij alle Jezuïeten over één kam. Ja. Dat ja, klopt. Er zijn Jezuïeten geweest die. die zijn ermee opgehouden. Hè? Die zijn uit de, uit de boot gestapt, uit de school geklapt. Zoals Rivera, Alberto Rivera. Hij was een Jezuïtische priester. En die kwam dus. Binnen de Jezuïte-orde. De, de Jezuïte-orde, dat is een hiërarchie. En de hiërarchie van de Jezuïte-orde... is gelijk aan de hiërarchie destijds van de Schutzstaffel. En de Schutzstaffel, die kennen wij onder de naam SS. Van Adolf Hitler. Adolf Hitler had zo'n militaire tak. Dat was de SS, de Schutzstaffel. En die had een hiërarchische structuur... Dat is ook niet zo bijzonder, want het is een militaire organisatie. En die is helemaal gelijk aan de structuur van de Jezuïeten. En dat komt omdat de structuur van de Schutstaffel is overgenomen van de structuur van de Jezuïeten. Adolf Hitler heeft daar nog hele lovende woorden over gesproken ergens in een toespraak. Dat hij zei: van, Jeetje, wat een geniale structuur zich van die Jezuïeten. Zegt, nou, echt fantastisch. Wie heeft dat verzonnen zich? Wauw, kerel. Poeh. Nou, zegt uh, chapeau. Petje af. Dat heeft uh, Hitler gezegd. Ja, en die Alberto Rivera die is dus begonnen onderaan. Waar iedere uh, jezuïet dan begint, onderaan. En gaandeweg werd hij dan ingewijd in ja, meer, noem maar esoterie. Mensen. Dus, uh, ESO betekent iets als verborgen leer. Een leer voor de ingewijde. En dan heb je dus uh, globaal ingeleide, ingewijde... en dan heb je iets meer bijzonder ingewijde... en dan heb je nog bijzonderderder ingewijden. Zo. En naarmate je dus meer ingewijd bent, krijg je dus meer dingen te horen... En uiteindelijk kreeg Alberto Rivera te horen dat de Koran is geschreven in opdracht van het Vaticaan ergens in het jaar 300. Dus maar 300 jaar voordat Mohammed, uh, God zegen zei op hem, ten toneel kwam. Echt uh, tientallen, honderden jaren daarvoor uh, lag de Koran al in de stijgers, in de bouwstijgers. Nou, dat soort dingen kreeg Alberto Ribera te horen en nog wat andere dingen. En toen had hij er schoon genoeg van, dan is hij eruit gestapt. En toen heeft hij zich aangesloten bij een gewone, ja wat ik zeg, gewone, een gewone bijbelgelovende gemeenschap. Het een protestante gemeenschap, Lutheriaans of zoiets, zeg maar. Presbyterian of... Hij heeft een lieve vrouw gevonden. En hij is dus gaan vertellen. van wat hem allemaal verteld is. in zijn tijd dat hij dus bij de Jezuïeten zat. Ja, Alberto Ribera was een vent met het hart op de goede plek. En hij was een Jezuïte. Maar ja. In het algemeen moet je je toch afvragen. waarom. Ja, waarom je je organisatie, de Sociëteit van Jezus noemt, dat punt 1. En als je dat dan gedaan hebt, hoe je je dan kan verlagen tot het vermoorden van protestanten. En uh, de, de Paus. heeft. nog niet zo lang geleden. nog een keer benadrukt in de catechismus. dat. Het begrijpen van de inhoud van de Bijbel, dat dat niet mogelijk is voor een gewone sterveling, maar dat de gewone sterveling slechts de Bijbel kan begrijpen als hem die wordt uitgelegd door iemand met een diploma van de Universele Kerk. Ja, dat hoor je goed. Dus mensen zoals ik. Ja, ik heb hier een. Nou, ik heb meer dan één Bijbel, maar ik heb zeg maar mijn eigen Bijbel. En die lees ik. Ik heb gisteravond nog Bijbel gelezen met. Uh... Hey, gisteravond. Ik heb gisteravond nog Bijbel gelezen met Jurk en Michael. Ja, wij lezen zelf de Bijbel. En dan vertelt Michael wat hij er bedenkt. En dan vertelt Jurk wat hij er bedenkt. En dan vertel ik wat ik er bedenk. En ja, dan gaan we weer verder met het volgende vers. Wij hebben geen priester nodig die ons uitlegt wat er staat. Waarom? Wij weten zelf wel wat er staat. Nou, ook niet altijd alles in één keer. Maar, maar zo met z'n drieën, dan komen wij er wel uit hoor. Dat is echt geen enkel probleem. En iemand die uh, lid is van de Sociëteit van Jezus en dan dient onder de paus. En die persoon, de paus, zegt dan dat alleen de mensen die aan die diploma's hebben van zijn organisatie, alleen die mogen de Bijbel. Uh, alleen die kunnen de Bijbel uitleggen. Ja, daar, moet je, daar moet je toch tegen in opstand komen. Dat mag je niet accepteren. Snap je? Nou, een bedenkelijke dag. Hé, hey, hartstikke bedankt voor het luisteren hoor. Ik stel het erg op prijs. Ik hoop dat je met me mee blijft nadenken over hoe we ervoor staan in deze wereld en hoe we verder moeten. Ja? Maak je geen zorgen. Dat doe ik ook niet. Snap je? Geniet van het leven. En sta erbij stil hoe ongelooflijk bijzonder het leven is. En dat het leven niet toevallig tot stand is gekomen. En dat het ook niet toevallig is dat jij hoort dat ik nu tegen je zeg dat het leven niet toevallig is. Ook dat ik dat zeg is niet toevallig. En dan zeg ik op zijn hamburg: tjus. En dag lieverds!